Rick Dekker, dit moet een enorme bevrijding zijn voor jullie. Ja, natuurlijk. Deze drie punten hebben ja, we hebben keihard nodig. En voetbal was gewoon weer niet heel goed. Maar net ook al tegen je collega's gezegd. Van, we hebben wel karakter getoond en uiteindelijk win je. En dat is een bevrijding, opluchting en we zijn echt blij. En we weten ook wel heus wel dat het beter moet. Maar nou ja, goed, met een overwinning kan je mooi verder. Ja. Die ontlading was ook enorm na afloop, want je bent geloof ik al drie keer teruggekomen om de supporters te bedanken. Ja, twee keer. Maar nee, ja, support is ook een mooi uitverkocht uitvak en dat doet ons ook goed, denk ik. We mogen gewoon heel, heel blij zijn met deze overwinning. En wat ik zeg, hiermee kunnen we wel verder. Ja. Het moest ook wel echt gebeuren in deze wedstrijd, hè? Want de druk begon wel toe te nemen. Ja, tuurlijk zat er misschien iets meer druk op dan als je er echt goed voor staat. Maar in principe denk ik dat elke ploeg die hierheen gaat naar Emmen, die wil gewoon gaan winnen. En die weet ook gewoon dat je hier kan gaan winnen. Deze drie mensen zijn echt welkom. Nou, ook voor jullie zelf, want ik neem aan dat je toch wel gemerkt hebt dat het gemor begon toe te nemen rondom de club. Ja, dat is meer dan iets vanuit de pers. Ik denk dat wij als groep gewoon weten wat we kunnen en dat laten we ook gewoon op de training zien. En dat moeten we gewoon gaan laten zien in de wedstrijden. We hebben best wel een nieuwe groep. Dus er moet ook een bepaald spelsysteem moet er wel ingeslepen worden. Daar zijn trainers en assistenten zijn er mee bezig. Dat moet gewoon steeds beter gaan worden. Maar baarde die wedstrijd tegen Vitesse dan helemaal geen zorgen? Want dat leek er eigenlijk niet op. Nou ja, maar als je dat dan weer vergelijkt met bijvoorbeeld een PSV thuis, dan denk je dan, als je dat tegen elkaar wegstreekt, dan sta je in principe weer op nul, weet je wel. Ja, je hebt natuurlijk een ontwikkeling te zien, maar het leek alleen maar achteruit te gaan. Ja, goed. Hoe cliché het ook klinkt, je hebt altijd heuvels zoals een wedstrijd dat gewoon slecht is en dat het dan ook op andere manieren niet loopt. Dat was zo'n pot, geen zorgen. Dat bleek ook voor vandaag 1-0 en matchwinnaar Rick Dekker. Het moet niet gekker worden. Ja, nee, ja, mooi. Natuurlijk ben je blij met je goal en je probeert het team te helpen. Maar in eerste plaats sta ik er niet om goals te maken. Maar heel blij dat we winnen. En voor jezelf ook een goed gevoel. Vorige keer wist je ook niet precies hoe je moest juichen naar een doelpunt bij ADO uit. Dat ging nu al een stukje beter, geloof ik. Ja, vond je? Ja. Ik vond het wel, ik weet het niet. Het is gewoon mooi. Ik had met Wouter Marines, die nu voetbalt, vorig jaar een grapje. Zo heb ik wel een beetje gejuicht. Maar dat is een beetje het gifje wat op Instagram staat. Ja. Hoe kijk je verder terug naar de wedstrijd? Want Emmen kreeg wel een paar echt gigantische kansen om de gelijkmaker te scoren. Ja, zeker. Ik denk, Vito moet volgens mij 1-0 maken. Dat is een grote kans. En daarna ben je zelf slordig. En daardoor krijgt zij een counter een kans. Mickey heeft vandaag ook gewoon goed gekiept en dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar natuurlijk, wij krijgen kans, zij krijgen kans. En de eerste helft had ik het idee dat we wel aardig onder controle hadden op die kans na dan. En dan ben je ook voetballend wel beter, kom je meer op hun helft. In de tweede helft heb je er wel iets meer achteraan gelopen. Maar dan Mickey houdt je op de been en zelf sta je gewoon goed. Dus we kunnen hier heus wel mee verder. En het allerbelangrijkste is ook het resultaat in deze fase? Zeker in deze fase. Waar je zegt dat er wel misschien van buitenaf meer druk op staat. En dan Emma uit, die moet je gewoon winnen. Nou, dat hebben we gedaan en kunnen we weer afslepen. Nu op naar Staphorst, ken je dat een beetje? Ja, er speelt één bekende van mij. Goed, verder ben ik er nooit geweest. Maar, wie dan? Veldmaten. Oh, ja. Ja, die ken ik. We gaan het zien. Die moeten we gewoon gaan winnen natuurlijk. Maar daar gaan we morgen weer naar verder kijken. Maar heeft hij al verteld over het kop de veur voetbal van Staphorst? Nee, het zegt me niks. Maakt de borst maar nat, want 3500 man langs de lijn. Dat kan een hit potje worden. We zijn wat gewend, toch? Ja. Ja, nee, dat komt goed. We moeten er gewoon gaan staan daar en dan moeten we door naar AZ. Maar eerst met Dolbeke.